Hallo mijn studenten, hoe gaat het? I'm just here to let you know that this video is going to be in Dutch only, but there are going to be subtitles in case you need them. In the settings, you can choose either English subtitles or Dutch subtitles, or no subtitles at all in case you want to practice your listening skills. Have fun! Welkom! Hey! Welkom bij de podcast Dutchies in Bali. Oh, Two Dutchies in Bali, dat is de naam van de podcast. Het gaat goed, ja. Welkom bij de podcast Two Dutchies in Bali. Ik ben Kat en dit is Judith. Ik ben Judith. Judith, wil je jezelf voorstellen aan mijn studenten? Zeker, Kat. Ik ben Judith. Ik ben 30 jaar. Ik woon in Bali. En ik geef les op Italki. Yay! Ja. Heel goed. Ja. Nou, ik ben Kat. Jullie kennen mij al. Ik ben 28 jaar en ik woon ook in Bali en geef ook les op Italki. Dus daarom dacht ik, misschien is het leuk om samen een podcast te doen. Ja, heel leuk, hè? Ja. Bedankt dat je er bent. Dankjewel. Ja. Goed, hoe gaat het met jou vandaag? Hoe is je leven? Ja, dankjewel. Het gaat vandaag heel goed. Ik heb goed geslapen en ik heb zin in de dag. Ah, heel goed. Hoe gaat het met jou? Het gaat prima, dank je. Ik ben net naar Judith's huis gekomen en dat was 30 minuten rijden. Hoe ben je hier gekomen, Kat? Ik moest door het stadscentrum komen op de scooter. Ja. En dat was een beetje moeilijk. Ik denk dat ik volgende keer een andere weg neem naar jouw huis. Ja. 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 Maar het was een beetje ver voor mij, dus ik moet een beetje uitrusten. We hebben de tijd. Ja. Nou goed, vandaag de eerste aflevering gaat over wie zijn wij. Dus wij gaan vandaag praten over wat we graag doen, wat onze hobby's zijn en hoe ons leven eruit ziet. Dus, Judith, wat zijn jouw hobby's? Oh, dat is een hele directe vraag. Ja. We zijn Nederlanders, we zijn direct. Ja. Mijn hobby's zijn zwemmen. Mm-hmm. Ik ga graag naar het zwembad. Mm. En ik ga ook graag naar de sportschool. Mm. Ik ga 3 keer per week naar de sportschool. Wauw. Ja. Wow. En daarnaast doe ik ook aan yoga. Wauw. Ja. Heel actief. Ja. Ja. Wauw. Heel goed. Ik probeer fit en gezond te blijven. Oh, ja. Oké. Okay. Heel goed. En ga je hier in Bali naar een zwembad? Want ik zie ook dat jij een zwembad in de tuin hebt. Ja, maar het zwembad in de tuin is net iets te klein. Het is een beetje klein. Ja. Het is fijn om erin te springen, om af te koelen. Maar voor baantjes zwemmen ga ik naar het zwembad bij een sportclub. Oh, oké. Oké, heel leuk. Ja. En hoe lang zwem je dan? Ik probeer 30 baantjes te zwemmen, dus dat is ongeveer een half uurtje per keer. Ja. Oh, wat goed. Ja. Wat goed. Ja. En wat doe jij? Oh, en wat doe ik? Ja. Wat zijn jouw hobby's? Ik hou van lezen. Ik lees boeken op mijn Kindle, maar ik luister ook boeken. Ik luister naar audioboeken. Ja. Als ik luister, vind ik het leuk om te haken. Oh, ja. Wat is haken? Haken, dat is met dat je, hoe heet het, touw hebt. Ja. En je hebt een haakje en dan maak je, je maakt een sjaal. Of je maakt een deken, of je maakt andere dingen. Volgens mij deed ik dat vroeger als kind wel eens. Ik ook, Heb je al een sjaal gemaakt? Nee, ik ben net begonnen. Okay. Ik heb een vriend die haken heel leuk vindt. En hij heeft mij de dingen die ik nodig heb gegeven om te haken. En ik ben net begonnen. Ik ben een newbie.
Maar ik vind het heel leuk en het is heel goed voor je mentale gezondheid. Ja, je moet je heel goed concentreren. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar in Bali heb je natuurlijk niet echt een sjaal nodig, toch? Ik weet niet wat ik met mijn sjaal ga doen. Ik denk dat ik hem misschien naar mijn studenten moet sturen. Ik weet niet wat ik met mijn sjaal ga doen. En ook de deken, ja. Het is nu wel een beetje koud in Bali. Ja, dat klopt. Ja. In de ochtend is het een beetje fris. Ja, het is een beetje de winter nu in Bali. Het is nu juli en het is een beetje kouder. Ja. Je zei dat je ook van lezen houdt. Wat voor boek lees je op dit moment? Ik lees altijd een boek op mijn Kindle en ik luister altijd naar een boek. Op het moment, ik lees en luister altijd in het Engels, dus ik weet alleen de Engelse titels. Oeps. Maar ik luister op het moment naar The Night Circus en ik lees op het moment The Promise. Wow. En die zijn allebei heel goed, heel anders, maar hele goede boeken. Ja. En wanneer luister je naar een boek? Wanneer luister ik naar een boek? Wanneer ik er zin in heb. Ik dacht misschien als je aan het sporten bent. Nee, als ik aan het haken ben. Yeah. Of ook, ik vind het ook leuk om te kleuren. Yeah. Terwijl ik naar een boek, audioboek luister. Yeah. Ja, ik heb van die kleurboeken. Met Aziatische thema's, mandala's. Dat is heel therapeutisch. Dat is ook heel therapeutisch, ja. Ik heb heel veel therapie nodig. Wie niet? Ja, inderdaad. Ja. Okay. Maar sporten kan ook heel therapeutisch zijn. Ja, dat klopt. Ik vind het vrij mindful. Ik moet me goed concentreren op de bewegingen. Ja. En volg je een specifiek programma? Ik volg geen specifiek programma, maar ik probeer iedere week meer gewichten te hebben. Oh ja, heel goed. Ja. Op hoeveel kilo zit je nu? Ik zit nu op 55 kilo. Wauw, heel goed. Ja, dus ik word heel sterk. Ja, en doe je dat dan gewoon met je armen zo? Of doe je specifieke oefeningen? Ja, ik doe de push. Dus omhoog met de bar en ook met de squat op mijn rug. Oh, oké. Ja. Wauw, jij wordt heel sterk straks. Ja, ik kan meedoen aan de Bali Bodybuilders Contest. Oh, ja. Is er een Bali Bodybuilders Contest? Nee. Oh, okay. Ik dacht, Balinezen vinden dat niet interessant. Nee. Denk nee, dat denk ik ook niet. Ja. Nee. Ja. En hoe lang ben je in de sportschool als je daar naartoe gaat? Ik ben daar ongeveer een uur of anderhalf uur als ik heel lang ga sporten. Yeah. En dan daarna ga ik baantjes zwemmen. Wauw, dus dat is in totaal dan 2 uur. Maar dan moet je natuurlijk ook naar de sportschool gaan. Ja, het kost ongeveer 3 uur in de ochtend. Oh, wauw. Ja, maar ik ben al om 6 uur wakker. Ja, wij zijn heel anders daarin. Jij wordt om 9 uur wakker? Ja, 9 uur denk ik. Ja. Ik vind dat ook fijn. Ik slaap graag om 11 of 12 uur en dan word ik om 8 of 9 uur wakker. Ik ga om 9:30 naar bed. Wij wilden afspreken voor deze podcast. En Judith zei, ik zei, zullen we om 11 uur doen? En ik zei, kom je om 9 uur? Ik zei, nee. Maar het is 9:30 geworden. Ja, ik was wel laat. Maar we hebben de middenweg gevonden. Ja, we hebben de middenweg gevonden. Ja. En ik was ook laat. Ik ben geen Nederlander meer. Ik ben niet zo punctueel meer. Dus. Ik denk dat ik nog wel een beetje Nederlands ben. Ja, jij bent nog iets Nederlander. Ja, Nederlandser. Maar ik woon al 3 jaar niet meer in Nederland. Ja. Ik al 5 jaar. Baas boven baas. Ja, ik win. maar ik denk ook dat jij er Nederlandser uitziet. Ja, denk je dat? Waarom denk je dat? Ja, het haar en de ogen. Je hebt natuurlijk lichter haar. Ja. En ik heb van die krullen. Ja, dus het is een beetje anders. Ja. Horen mensen vaker jou dat je Nederlands bent?
Als ik Engels spreek of Nederlands? Als je Engels spreekt. Nee, mensen denken vaak dat ik Amerikaans ben. In New York of uit Canada. En jij? Soms, als mensen zelf uit Nederland komen, dan horen ze het wel. Maar andere mensen die ik net ontmoet, die zeggen vaak dat ik uit de Verenigde Staten kom. Oh, ja. Goed voor jou, high five. Ben je ooit in de Verenigde Staten geweest? Nee, ik ben daar nog nooit geweest. Oké. Jij wel? Ik ben daar 1 keer geweest voor een uitwisseling met de universiteit. Maar dat was heel kort, 2 weken, een maand. Ik weet niet. Maar dat was in Boston en New Hampshire dat ik daar was. Oké. Een tijdje geleden. Misschien ga ik er in februari naartoe. Oh ja. Ja. Wat ga je daar dan doen? Dan gaan wij de familie van mijn vriend bezoeken. Ja, want jouw vriend is natuurlijk Amerikaans. Hij is Amerikaans. Ja. Dus wij gaan zijn familie opzoeken. Oh ja. Ja. Nou, leuk. Ja. Heb je er zin in? Het duurt nog lang. maar ja, het lijkt me leuk om zijn familie te ontmoeten. Leuk. Ja. Gezellig. Ja. Want ik denk dat wij ook allebei reizen als hobby. Zeker, dat heb ik niet verteld. Ja. Maar het is een beetje logisch, want we wonen allebei in Bali. Ja, ik vind reizen heel leuk. Ja. Ik hou ervan om nieuwe culturen te ontdekken en nieuwe plekken te bezoeken. Ja. En vooral nieuwe mensen leren kennen uit verschillende landen en culturen. Ja. En jij? Ik vind reizen ook heel leuk. Ik reisde vroeger meer dan dat ik nu doe. Ik denk dat ik een beetje comfortabel ben geworden in Bali. En ook sinds de pandemie ben ik een beetje in een bubbel gaan zitten. Dat snap ik wel. Dus ik reis de laatste tijd niet zoveel meer. Maar ik ben wel heel comfortabel en heel gelukkig op het moment. Wat is de laatste plek waar jij naartoe hebt gereisd? Dat is een moeilijke vraag, want het is een soort doorlopende reis. Oké. Eerst in Nieuw-Zeeland in 2020. En daarna in Australië in 2021. Toen een paar maanden in Thailand. En toen, begin van dit jaar, waren we in Nederland. Wauw. Ja. Ja, dat is een grote reis. Ja. We zijn hier vanuit Berlijn, zijn we naar Bali gekomen. Oké. Dus dat is het laatste land waar ik geweest ben. Ja, maar Berlijn was meer een tussenstop dan. Ja, het was een tussenstop. Misschien Nederland. Je bent een Nederlander die naar Nederland is gereisd. Precies, ik was op bezoek in Nederland. Nou super. Ja. En jij? Wat was het laatste land waar jij bent geweest? Nou, niet het laatste land, maar ik ben vorig jaar in juni, dus dat is al meer dan een jaar geleden, in Java geweest. Dat is het eiland naast Bali. Ja. En daar was ik met mijn ex om zijn ouders te bezoeken en een feestje te vieren. Dat was heel leuk, maar het laatste land, dat is lang geleden. Dat was, want hoe lang woon je al op Bali? Ik woon hier 2,5 jaar. Okay. Ja, en sinds ik naar Indonesië ben verhuisd, heb ik Indonesië niet verlaten. De laatste keer dat ik in een ander land was, was in 2019. Oh. En dat was in Thailand. Okay. En daar woonde ik ook 2 jaar. Ah. Dus het is een tijdje geleden dat ik heb gereisd. Ja. Ik vind het nog wel leuk. Ik heb in Bali een beetje gereisd, of in Indonesië. Ik ben naar Nusa Penida gegaan. Oh, ja. Naar Chandidasa, naar Ahmed. Dus dat is ook heel leuk. Ja, Bali is groot genoeg om te reizen. Ja, er is hier heel veel te zien. Dus goed. Heb je nog andere wetenswaardigheden over jezelf? Over mezelf? Een wetenswaardigheid, dat is iets dat je moet weten over jezelf. Of over mij. Ik denk soms dat ik een kat ben.
Oh. Ja, ik zeg soms miauw. Ja. Ja. Ja, vandaar je naam? Ja, ik denk dat dat de reden is inderdaad. Ik denk dat dat een psychologische verbindenis is, connectie. Ja, 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 ja. En jij? Wetenswaardigheid. Nou krijg ik de vraag. Ik hou nog van fotografie, dat heb ik niet verteld. Dat klopt. Ik, dat is nog een andere hobby van mij. Mm-hmm. Ik portretteer graag mensen. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus ik zet mensen graag op de foto. Ja, ja. Ja, heel leuk. Ja. Heel leuk. Wat is het leukste project dat je hebt gehad? Ik heb couchsurfers gefotografeerd. Oh, okay. Ja. Wij hosten couchsurfers in ons huis. En de mensen die bij ons kwamen slapen, vroeg ik om een foto van hun te maken. Oh ja. Ja. Gezellig. Ja. Ja. Heel leuk. Ja. Goed. Ik denk dat dit een goed punt is om te eindigen. Ik denk dat de video lang genoeg is. Ik denk dat we lang genoeg hebben gepraat. Ja. Hartstikke bedankt voor het komen. Ik heb een leuke tijd gehad. Ik ook. Dankjewel, Kent. Nou, dat doen we vaker. Ja. Laat me weten of jullie het leuk vinden. Zorg ervoor dat je op like klikt. En op abonneren en subscribe. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei doei.